Vanmorgen liep ik nog in het bos bij de Ginkelse hei voor de kleine vliegenvanger. Toen ben ik aan het werk geweest van 7 tot 4 en daarna was het weer tijd om vogels te kijken. Want in de achterhoek zit een bosje met daarin zowel een broedende rode wouw als een zwarte wouw. In Europa gezien niet hele zeldzame roofvogels, maar in Nederland wel. Dat ligt echt op de rand van het verspreidingsgebied. En de broedgevallen nemen gelukkig wat toe de laatste jaren. Maar toch blijft het ontzettend zeldzaam om ze in de broedtijd te kunnen filmen. Dus ik ben maar eens even op pad om te kijken of ik ze ook kan vinden. Nou, ik zit inmiddels al ruim anderhalf uur bij het bosje te wachten. Ik heb nog geen wouw gezien. Wel de nodige buizerds, ook wat torenvalken. En er kwam nog een boomvalk over. Dus dat is wel leuk. Maar ja, ik kom toch echt voor die wouwen. Hopen dat ze hier toch echt broeden zoals het verhaal gaat. En niet dat het toevallig wat langstrekkende vogels waren die weer verder gevlogen zijn. Maar ja, gelukkig hoef ik nog niet naar huis. Dus ik ga nog even mijn best doen. Gaaf! Ik zag een boomvalk boven in een boom zitten. En die soort die heb ik wel eens gefilmd terwijl die vloog, maar nog nooit in zit. En eigenlijk wil ik de vogels, ook de roofvogels, zowel in zit als in vlucht fotograferen. Dus als de kans zich dan voordoet, dan grijp ik die, converter ertussen en film hem maar. Ja, toen had ik ineens twee zwarte wouwen boven mijn hoofd hangen. Dus snel de converter weer tussenuit, want anders kun je die vogels in de lucht niet terugvinden. En toen kon ik die eindelijk mooi filmen. Eerste wouw is binnen. Hier werd de zwarte wouw lastig gevallen door de plaatselijke boomvalk. Helaas had ik de camera nog niet op de slow motion stand, waardoor de beelden wat schokkerig zijn. Zowel de zwarte wouw als de rode wouw nemen de laatste jaren aanzienlijk toe in aantal broedparen. De rode wouw heeft een veel beperkter verspreidingsgebied die zich bijna volledig beperkt tot Europa. De zwarte wouw broedt vanaf Europa helemaal tot aan de oostkant van China. In het oosten gaat het echter wel om de oostelijke zwarte wouw die volgens de CSNA een volledige soort is. Deze is nog nooit in Nederland waargenomen, maar de tussenvorm wordt de afgelopen jaren wel vaker opgemerkt. Nou, die zwarte wouw die cirkelt maar hoger en hoger. Telkens tegen de zon in. Dus die laat ik eerst maar voor wat het is. Nou, hopen dat die rode wouw ook nog even tevoorschijn komt. Dat zou helemaal mooi zijn. Lekker! Ook de rode wouw is binnen.
vloog even kort boven de bomen langs, even een kort rondje. Gelukkig had ik de camera standig op slow motion staan. Blij mee. Nou, even kijken of die misschien nog even terugkomt. Adulte, rode en zwarte wouwen lijken wel wat op elkaar, maar toch zijn er belangrijke verschillen. Qua silhouet heeft de rode wouw een diepe gevorkte staart en smallere vleugels met maar 5 in plaats van 6 vingers. De zwarte wouw is compacter gebouwd. Qua verenkleed is de zwarte wouw wat eentonig bruin gekleurd met slechts op de ondervleugel een zwakke witte basis aan de handpennen. De rode wouw is veel contrastrijker met een roodbruine borst, buik en een halsstreek, een vrij lichte onderstaart en opvallende witte vlekken op de basis van de handpennen. Op de bovenzijde hebben beide soorten een lichte baan door lichtere grote dekveren. De baan is bij rode wouw contrastrijker door wittere randen en donkerdere centra.